Jij bent, dacht ik, 16, 17 jaar geleden begonnen. Dat was al 18 jaar, denk ik. December 1993 ben ik voor de eerste keer naar de Kamer van Koophandel toegestapt. En die deden toen een positieve ontmoediging. Dat heb ik toen weerstaan en ik heb me toen ingeschreven en toen is het avontuur begonnen, zeg maar. Ja. Hoe begon je en wat ben je, waar sta je nu samen met je collega Dick Wammers? Ja, mijn managementteam zit ook in de zaal, want alleen kun je dat helemaal niet. Dus als ik over ik praat, dan praat ik altijd over wij, zeg maar, en dat bedoel ik wij. Ik ben begonnen in de reparatie van draadloze telefoons, want die hadden eigenlijk twee problemen in die periode in 1993. En dat was, zeg maar, het spul was niet aan te slepen om het plat uit te drukken en 25% uitval. Maar John, even voor de mensen die onder de 40 zijn. Met draadloze telefoons bedoelen wij iets anders dan dit ding, toch? Ja, dat klopt. Dat waren het was eigenlijk de voorloper van de mobiele telefoon. Dat was eigenlijk de telefoon van rond en om het huis, zeg maar, draadloos te kunnen telefoneren. En dat was, zeg maar, een hit van 1993, onvoorstelbaar eigenlijk. En nu? Waar staan jullie nu? Nu hebben we eigenlijk een organisatie gebouwd. Het bestaat uit een achttal ondernemingen die gespecialiseerd zijn in after-sales services voor mobiele telefoons, voor computers, maar ook nog inmiddels voor koffiemachines, om als een wasnee te noemen. Senseo, zeg ik dan? Nee, dat noem je Nespresso bijvoorbeeld. Oké. Okay. Ja, de machines die in Nespresso geschikt zijn, zeg maar, van Magimix bijvoorbeeld. We hebben een logistieke organisatie. We hebben warehousing en fulfillment, we zitten in e-commerce, we zitten in procesontwikkeling, ga zo maar verder. Dus heel breed. Maar hoe doe je dat nu? Hoe kun je, zeg maar, van die eerste reparaties van draadloze telefoons, ja, niet mobieltjes, ja, zijn er, hoe kom je dan bij 500-600 mensen nu? Ja, ja. Nou, is eigenlijk, de uitleg is heel simpel, de weg ernaartoe is natuurlijk heel erg moeilijk, de uitleg is heel simpel. In de hele after sales services heb je een basisproces nodig. In een basisproces heb je natuurlijk logistiek nodig, je hebt een callcenter nodig, je hebt een spareport warehouse nodig. Je hebt allemaal facetten nodig om je eindproduct, zeg maar, aan de klant te kunnen leveren, in dit geval service. En wat wij doen, waar wij in geslaagd zijn, zeg maar, om onderdelen in dat basisproces te hergebruiken in andere vormen, om ze standalone te kunnen verkopen, maar ook te hergebruiken in andere vormen. Is het heel concreet, John? Sorry? Iets heel concreet? Heel concreet, heel eenvoudig, e-commerce. Dan denk je, wat heeft e-commerce nou met after sales te maken? Nou, e-commerce heb je voorraad nodig, zeg maar. Een voorraad moet je beheren. Je hebt een callcenter nodig, je hebt systemen nodig. Je hebt eigenlijk dat soort zaken nodig om een klant tevreden te stellen. Wij waren gewend om met klanten te spreken die ons eigenlijk uit noodzakelijk kwaad nodig hadden. Als klanten ons callcenter bellen, dan zijn ze nooit amused, zeg maar. Want niemand vindt het leuk om ons te moeten bellen omdat na 4 maanden een aankooptelefoon kapot was. Waar we dus gewend om met eindgebruikers om te gaan. En we hebben eigenlijk delen van die basisprocessen gebruikt om een e-commerce platform op te zetten. Hetzelfde doen we ook voor logistiek. Logistiek was noodzakelijk kwaad voor die mobieltjes, zeg maar, van de winkel tot bij ons te krijgen, repareren en wat terug in hele korte tijden. Dus we hebben de logistieke dienstverlening nu eigenlijk ook gebruikt voor andere tijdkritische processen, zoals het bezorgen van medicijnen of zelfs het bezorgen van koffiecups. Ja, je is er net concreet geworden van TNT, vroeger de PTT Post. Ja, eigenlijk van TNT Express en dan de afdeling Special Services, zeg maar, dat zijn concurrenten. We hebben een concurrent gecreëerd, zeg maar. Jean, je hebt een heel ander verhaal doorlopen. En volgens mij ben je er ook nog lang niet in je hoofd. Nee, absoluut niet. Waar komt dat vandaan, vraag ik mij af? Ja, waar komt dat vandaan? Het is, zolang je voor zo'n tuin staat, vind ik dat je er vol voor moet gaan. En uiteindelijk, de groei die wij hebben gerealiseerd, die komt ook vaak voort uit het enthousiasme wat ik samen met mijn medewerkers altijd weer oproep. Het komt niet allemaal van mij, wordt vaak gedacht. Ik sta natuurlijk voor de troepen, maar ik haal ook veel creativiteit weg bij die 400 mensen. Even terug misschien. Ja. Je bent begonnen, want ik heb het ooit eens opgeschreven, bij DSM. Zakkenvuller, hè? Ja,
goede zin van het woord, hè? Plastic klont. Ja. En dan kom je de bouw terecht. Ja. En dan heb je ineens Toverland. Dat was voor mij nog wel de grootste verrassing eigenlijk. Ja, maar het was wel een hele bewuste keuze. Niet zozeer het opstarten van een attractiebedrijf, dat niet. Maar ik had het bouwbedrijf vrij goed op orde. Dat liep in die tijd ook zelfstandig. De bouw was booming business. Commercieel hoefde ik zelf niet echt grote inspanningen te doen in die tijd. Dat is nu 15 jaar geleden. Anderzijds vond ik een probleem altijd de cashflow problematiek. Ook in die goede tijd was het toch vaak heel lang wachten op je geld. En ik had zoiets, ik kreeg altijd lovende woorden van de accountant. Maar cash zag ik eigenlijk nooit. Ik was constant die rekeningcourant van de bank aan het spreken. Ik had altijd al zoiets van, ik wilde een cashflow bedrijf bij. Ja. Dus, uiteindelijk is dat ook gelukt. Dat kwam op een. Het had iets in een hotel kunnen zijn, iets met mensen, hospitality. Ik ben een hospitality man in hart en nieren. Heel belangrijk ook, denk ik, in het bedrijfsleven aan je klanten. Dat draag ik ook uit. Maar ik was met mijn vrouw, mijn kinderen, op een dag in Steenbos. Het was mooi weer. Het was druk, hè, Marjan? 2.500 mensen. En plotsklaps donkere wolken, het begon te regenen. En toen dacht ik, nou zeg, dat is ook shit. Daar ga je klanten van, ik ga een groot overdekt pretpark beginnen. Want dan heb ik de dag erna, en dan ben je ondernemer, ik heb mijn zus gebeld. En ik zei, Caroline, ik ga iets anders erbij doen. Zij zat in het onderwijs. Ik wist ook wel van, goh, dat onderwijs, die heeft veel meer kwaliteit. Die moet eruit. En ik zeg, ga jij eens aan je klas vragen van wat er in een hal moet. Wat willen die kinderen? Welke attracties moeten nu in een grote hal? En het moet groot, het moet alles onderscheidend zijn. Er moet wel een achtbaan in, maar begin jij al met het concept. Ja, we zijn een sterke SWOT-analyses gaan doen. We zijn naar het park gaan kijken, over de wereld gevlogen, plannen gemaakt. En, ja, binnen een aantal jaren stond daar dan. We hadden een concept. Ja. Nu komen die mensen daar, met vele mensen tegelijk. Ja. Ze rekenen allemaal direct af, want je gaat niet een pretpark binnen. Cashflowmatig is het een hele goede zaak geweest, vooral in deze tijd. Ja. Maar wat ik dan niet begrijp, je bent volgens mij 53. Ja, laat 54. Ja, ja. Waarom ben je dan nog groter? Ik bedoel, als ik zoiets zou doen, dan zou ik klaar zijn eigenlijk. Nee, dat hoor ik heel vaak. Of ik zou cashen, of ik zou. Ik ben er net heel fier op dat mijn kinderen, dat ze goede opleidingen hebben. En dat ze hebben gezegd, pap, wij willen die zaak heel graag overnemen. We willen die zaak uitbouwen. En ja, waarom maak je aan nieuwe dingen? Misschien ben ik wel goed in het opzetten van organisaties die zelfstandig kunnen draaien. En dan heb ik die creativiteit wat ik heb. Ik zie ook de geweldige kansen in de lessenmarkt. Ik zie ook wel een beetje de armoede in Limburg. En ik denk dat we hebben hospitality. We zijn van oudsher zijn we een gastvrij volk. Van leisure kunnen we nog veel meer maken en ik heb echt mijn visie is van bouw nu iets wat er bovenuit steekt, bouw iets wat niet kannibaliseert, bouw iets wat meer mensen uit een groter verzorgingsgebied hier naartoe trekt, daar gaan we allemaal van profiteren. Dat ligt aan de basis van mijn gedachtegang en ik denk dat het goed is voor Limburg, voor allemaal de ondernemers die hier zitten, dat we bijzondere dingen doen. Iconische dingen. We zijn zo'n beetje altijd de provincie van eigenlijk het ondergeschoven kindje. Laten we dat nu een keer niet zijn. Die lessenmarkt die heeft zoveel potentie. Als je kijkt naar een Floriade, toveren op een half jaar 2 miljoen mensen naar zo'n park. Ja, dat zegt iets over potentie in een markt. Dat kan eigenlijk over zijn kop en meer dan dat. Ja. Hoe ver ben je nu? Want jouw Adventure World, is dat de koppel die er overheen zit? Nee, dat is het ontwikkelbedrijf, maar dat is Nature Wonderworld. Dat is een keten van een aantal attractieparken. Ja. En hoe ver ik ben? Ik heb vandaag de feasibility studie gekregen, dus het haalbaarheidsonderzoek. 160 pagina's. Ik heb ook snel even achterin gekeken naar de recapitulatie.
ziet er niet verkeerd uit, Gary, en op draagvlak voor het project gegooid. En de cashflow? De eerste nog niet. Nu financier ik vooral nog zelf. Maar no guts, no glory. Ja. Maar je bent positiever dan eergisteren, dankzij dat verhaal van vandaag. Nee, ik was sowieso ben ik positief over het idee, over het park. Vakgebiedsspecialisten en een wetenschapper die ik zelf heb aangetrokken, zijn dat ook. Dus als je wetenschap met ondernemersgevoel combineert, en het is nog steeds goed, ja. Maar Jean, even heel eerlijk, ik ben ook kritisch. Het is crisis soms, ergens. Ja, dat is het ook. Dat voelen wij ook. Kijk, zeker in een bouwbedrijf. Ik ben ook hartstikke blij met mijn cashflow-onderneming, want het wachten op, je geld, op het geld is alleen maar moeilijker geworden. Maar wie gaat nu honderden miljoenen stoppen? Nicoline, laten we met jou beginnen. Wie je bent en wat je doet. Nicoline, oeps. En hou iets dichterbij. Goed. Ja. Nu? Ja. Nicoline Wisse-Smit, communicatiebureau, Wisse en Waarachtig, vestig in Maastricht. En wat wij als bureau doen, is vooral zoeken naar de vraag en kijken met wie je nu eigenlijk contact wil maken. En dat gaan we dan vervolgens doen met behulp van communicatiemiddelen. Maar de vraag achter de vraag en met wie je dat wil doen, daar gaat het om. Tom Hoekmakers, VBO, oud ondernemer, opa. En dat is het wel. Wim Cox, Cox & Co, een twintigtal horecaondernemingen in een retailomgeving met de nadruk op Roermond. Erik Joosten, oprichter van Arion. Wij houden ons bezig met eenvoudige hulpmiddelen voor de oudermarkt. Dus ik prijs me gelukkig dat jullie allemaal ooit in mijn doelgroep terechtkomen. Wat zijn eenvoudige middelen? Dat is straks ook uit. Oké, wat ik graag wil is de dynamiek onderling. Dus Erik, vertel eens, ik zeg altijd heel oneerbiedig. Je bent de uitvinder van de frietzak. En dan denken mensen in Maastricht denken aan Rijks, maar het is niet zo. Dat is een aantrekhulp voor elastische kousen. Waar ik als jongeman in terecht geraakt ben, terwijl je dat eigenlijk niet verwacht van iemand midden 20, dat hij in de steunkousenbusiness gaat. Maar er zijn heel veel knelpunten in de zorg. De zorg is natuurlijk een hot item tegenwoordig. En onze markt die groeit terwijl we hier praten. En er is vooral veel behoefte aan simpele hulpmiddelen aan de onderkant van de markt. Niet allemaal die high-tech dingen, dat is allemaal prachtig. Maar gewoon, we hebben het nu van de regering gehoord, dus straks gaat alles naar de thuiszorg waarschijnlijk. Nou, dan begin maar. Dan aankleden, uitkleden, wassen, billen schoonmaken, de hele simpele dingen. En dat is altijd een dubbel effect. Er wordt een beetje gegniffeld als wij het over ons bedrijf hebben, maar het is ook heel dichtbij. Iedereen heeft ermee te maken. Iedereen kent mensen die in die situatie zitten. Dus ja, voorlopig zijn we nog niet klaar. Ja, dit onderwerp is ook starten ondernemers. Je hebt het ook zeg maar zo'n beetje in je eentje begonnen, ongeveer. Ja. Wat was nou terugkijken? Van hoe lang ben je nu bezig? 15? Wij zijn nu volwassen, dus we zijn 18 jaar. We kunnen lopen staan, we hebben het rijbewijs, we hebben de puberteit achter de rug, dus we zijn echt bedrijf. Maar ik ben ooit in een upje begonnen. Ja. Ja, wat was het moeilijkste? Het moeilijkste is als je innovatieve producten brengt, dat je denkt dat de hele wereld daar vanaf de voordeur op zit te wachten, maar dat is niet zo. Daar heb je lange adem voor nodig. Uiteindelijk, als je weet dat de eindgebruiker het wil, dan komt het wel. Maar het is niet zo dat we meteen de deur openzwaaien en dat iedereen zegt, kom er maar binnen. Dat werkt niet zo. Nee. Je was toch iets minder stoer dan je dacht? Ja, je moet wel stoer blijven, want soms moet je ook tegen beter weten en doorgaan. Want er zijn wel eens momenten, zeker de eerste 3 jaar, dat ik dacht, waar gaat dit naartoe? Maar en dan moet je wel door durven gaan. Ja. Komt er niks op. Ja. En in eerste instantie voelde ik me niet aangesproken met zijn doelgroep, maar iedere morgen trek ik zijn compressiekousen aan als fanatiek hardloper. Kijk. Dus daar is het ook nog voor. Ja. Wim is, ik heb Wim al wat langer, dat is een halve marathon of een marathon lopen zelfs. Minimaal 1 keer per jaar in een hele. Ja. Jij bent niet zeg maar helemaal vanaf het begin begonnen, jij bent eigenlijk geboren in een hotel van je ouders. Maar je bent eigenlijk een hele andere richting opgegaan. Eigenlijk ben jij ook weer gestart, opnieuw gestart. Heb je zelf uitgevonden. Waarom? De mooiste kop bij jou in het boek staat, dat is de luie ondernemer. In die zin, we maken gebruik van concepten die al uitgedacht zijn en we proberen ze nog te verfijnen.
Mijn insteek is laagdrempelige horeca binnen retailomgeving. Niet zelf trekkracht genereren, maar daar gaan zitten waar veel publiek zit. En dan laagdrempelige horeca voorzien. Ja. Ook met frietzakken. Ook met frietzakken. Ja. Piet Friet, mooiste naam eigenlijk. Heb je nog nooit een prijs gekregen voor Piet Friet? Nee, maar we staan dadelijk. Ik hoop op de actualiteitsprijs. We zijn dit jaar in de gelukkige omstandigheid dat op 17 november de Nationale Sinterklaas-intocht in Roermond gehouden wordt. En we hebben daar iets heel moois voor klaar liggen. Oké. Kun je daar iets verder voor de kinderen in de zaal van vertellen? Ja, je moet dan denken aan zwarte Piet Frietzak. Oké. Ja. Tom? Ik ben heel erg geïnteresseerd in die steunkousen. Geef je maar door. Voor hardlopers. Ja. Tom, jij hebt Verbego van je vader zeg maar nog groter gemaakt. Waarom ben je eigenlijk niet voor jezelf begonnen? Dat is veel vermoeiender. Want? Dan moet je helemaal met nul beginnen, ben je toch gek? Maar is dat niet zeg maar ook minder voor jezelf, wat minder waardering oplevert? Daar heb ik niet zo last van deze gevoelens. Nee. Wat is zeg maar in jouw ogen, Abbert, nu commissaris bij de lijf, voor de mensen die dat niet weten, die één die er nog is misschien, krijgt Ronald straks ook nog met de week, 47.000 mensen? Moet je Ronald vragen, die weet dat precies. Ja, ja. Maar in elk geval heel veel mensen. Wat ik mijzelf altijd met anderhalf FTE afvraag, hoe kun je dat doen? Hoe kun je dat? Hoe slaap je dan bijvoorbeeld? Hartstikke goed. Ja. Nee, maar hoe kun je zo'n groot bedrijf leiden? Volgens mij lig jij veel meer wakker van die anderhalf weet jij werkelijk alles. Dat lijkt me hoogst vermoeiend. Ja, is dat het bestuur op hoofdlijn? Denk ik wel. Ja. We hebben het gehad over de zorg. Jullie zitten ook groot in de zorg. We hebben net de kabinetsplannen allemaal gezien. Heb je daar nog ideeën voor waar het naartoe gaat? Ik denk dat, ja, ik ben heel happy met wat er nu gebeurt. Ik geloof niet in te grote inkomensverschillen. Een beetje hypocriet misschien in mijn geval, maar daar geloof ik toch in. Dat maakt de maatschappij wat rustiger. Dus daar ben ik wel blij mee. Dus betaal nou maar gewoon die hogere zorgpremie, niet zeiken. En ik denk dat we de mensen die weinig verdienen, wat gaan sparen, is natuurlijk een doelgroep die bij ons heel belangrijk aanwezig is. Dus dat is aan zich niet slecht. Ik vind wel dat we moeten activeren dat mensen niet lui op hun kont gaan zitten als ze kunnen werken. En dat gebeurt ook wat aan. Dus ik ben eigenlijk helemaal niet ongelukkig met wat er nu gebeurt. Ik denk dat dat voor onze business per definitie zeker niet slecht zal zijn. Dus laat maar waaien. Ja. We gaan even naar het andere thema. We hebben status gehad. Geluk. Nicolien, jij valt mijzelf op, kom je regelmatig tegen, het Maastrichtse. Is ook vaak een glimlach te zien. Hoort dat bij de ondernemer of hoort dat bij de specifieke ondernemer? Nee, dit hoort bij Nicolien. Maar wat zie jij om je heen? Want jij moet bedrijven adviseren over van alles en nog wat. Zijn het zaggerijnen? Zijn het zaggerijnen, die ondernemers? Nee, volgens mij zijn ondernemers geen zaggerijnen, absoluut niet. Maar ik geloof ook niet dat standaard iedere ondernemer heel gelukkig hoeft te zijn. Ik denk dat je gelukkig wordt als je je weg vindt in dit leven, waarbij geluk voor iedereen een andere lading heeft. En voor de ene is ondernemen geluk of kan daaraan bijdragen. En voor de andere, die moet vooral heel erg fijn in loondienst gaan. En dat kan in heel veel vormen, of iemand anders moet misschien helemaal niet werken. En het gezin gewoon ondersteunen. Dus ik denk dat geluk voor iedereen echt iets anders is. Nu, wat je nu ziet is dat heel veel ZZP'ers met name, die zijn dan eerst zelfstandig geworden en dan gaat het heel moeilijk en nu gaan ze weer terug. Want ja, dat loondienst is toch wel, ja, meer zekerheid schept dat. Is dat een goede ontwikkeling eigenlijk? Maar ik wil met alle respect voor de ondernemingszin die sommige ZZP'ers hebben, maar niet voor niks is het veel makkelijker geworden door de jaren heen om ZZP'er te worden. Juist omdat er heel veel mensen ZZP'ers niet van hart uit of puur sang ondernemer zijn. Dat zijn wel verschillende dingen. Dus ik wil niet zeggen dat geen enkele ZZP'er ondernemer is. Maar ik wil zeker niet zeggen dat als je ZZP'er bent, dat je zomaar ook ondernemer bent. Tom, wat is voor jou geluk en ondernemen als je dat bij elkaar brengt?
Ja, daar zit een stukje succes in. Hè. Vooral toen ik rond de 35 was, vond ik groeien waanzinnig belangrijk. Ik had dan wel eens af en toe de winst, verloor ik uit het oog. Werd ik gelukkig wel gecorrigeerd door een hele Nurkse collega. En verder vond ik het spannend om met nieuwe landen te beginnen, om met nieuwe business te beginnen. Ik vond dat verschrikkelijk leuk. En voor mij was geluk, gisteren de groeten van Camille Hoosregel moet ik je geven, die kan er helaas niet bij zijn. Wij kwamen beide tot de conclusie dat qua werk en geluk, het was dat wij never het idee gehad hebben dat we gewerkt hebben. Ik heb nooit gewerkt. Ik ben constant met mijn hobby bezig geweest. Dat is hartstikke leuk. Wim? Dat is natuurlijk mazzel. Ja, ik kan een beetje aansluiten bij Tom. Van de andere kant, ik heb altijd druk nodig om goed te functioneren. En dat was ook op zich een doel op zich. Maar ik heb zelf zoiets. Iedere dag, en dat klinkt ook een beetje vreemd, maar iedere keer als je die Limburger pagina 4 openslaat, dan zie je wat daar voor zwart op mijn advertenties in staan en leeftijden. Ik heb echt voor mezelf nu het nadert, nou een half jaar word ik 50 en ik heb me echt voorgenomen, dat ga ik ook doen, ieder jaar wat vordert, een dag minder te gaan werken. En nog één keer voor mijn 50ste die marathon voor 3:30 te lopen. Nou, dat lijkt ook goed. Ja. Ja, maar dat is dus niet de bekende Google-dag, dat je dus op één dag dat je zelf mag weten wat je doet, maar gewoon niet. Niet. Erik, jij bent volgens mij een workaholic. Mag ik nog één iets vragen over die dag minder werken? Want dat betekent dat je over 5 jaar bent uitgewerkt, of doe je 1 dag minder per maand? Nee. Over 5 jaar hoop ik, en dat klinkt ook weer van de andere kant, want ik doe het heel graag. Maar van de andere kant denk ik, ja, als je het redelijk goed gedaan hebt. En er zijn nog zoveel andere dingen. Ja, Erik, waar hebben we jou? Ja, als je een beetje filosofisch pakt, wat ik wel eens tegen de mensen bij ons zeg, dan geloof ik in een soort 10-dagen filosofie. Dus als je van de 10 dagen die je werkt, wat je ook doet, in mijn optiek moet er 6 zijn dat je thuis komt, dat je denkt, ik heb een leuke dag gehad. Of niet spectaculair, maar gewoon een leuke dag. Dan mag er 1 of 2 grijs zijn. Nou, ik denk dat er heel veel mensen zijn die veel te veel grijze dagen, die thuiskomen denken van ja, ik weet het niet. Dan moet er 1 dag klote zijn, want irritatie leidt tot innovatie. Dus dan moet energie vrijkomen dat je het best hebt aan alles en dan terugkomen denken van en nu is het klaar. En 1 dag moet je zweven naar huis. Meer dan die 1 in de 10, dat lukt mij ook niet. Maar als je dat zo ongeveer hebt, ja, dan denk ik dat het goed in elkaar. Ja. Wat voor kleur heeft die ene mooie dag? Ja, ik word bij Arie word ik de man van de roze brillenbrigade genoemd. Dus bij mij is dat heel roskleurig en geweldig en fantastisch. Ja, wij Limburg heeft ook een enquête gehouden. Moet ik eerlijk zeggen, soms heb je het idee van ja, dat is fantastisch. Dat gaan we doen en dat wordt een succes. Dan hebben we de balans en de gelukmeting gedaan. En heel eerlijk, daar hebben we ons aan verslikt. Tom en ik zijn bij een geluksprofessor geweest in Rotterdam. Dat was allemaal fantastisch, zag dat eruit. En die wilde 20.000 euro, ik zeg het maar even gewoon, zo zijn wij. Die wilde 20.000 om dat in Limburg te doen. Nou ja, dat is bijna onze, sterker nog, dat is meer dan de maandomzet van wij Limburg. Dus dat konden we niet betalen, hebben we ook niet gedaan. Dus we hebben zelf een enquête gehouden. In jouw plan? Ja, naad nu bestaat maar ook bij de overheden dat het wel even moet. Hè. Hey, zo'n ramp wat je nu in Genk meemaakt bij de Ford-fabrieken. Ik ben hartstikke blij van net komen. Het is crisis, maar dat betekent niet dat we achteruit moeten gaan leunen. Ik denk dat we net proactief naar voren moeten ondernemen. Want anders houdt het helemaal op. En wat ik persoonlijk probeer, en ik denk dat andere ondernemers die naast me zitten ook, maak van die crisis, kijk naar de kansen wat het biedt. Hè? Ook overheden die zijn nu sneller geneigd maatschappelijke baten, als die hun project voortvloeien, ja, te kapitaliseren. Ja. Ja, en dus neem de overheden mee in je enthousiasme. Dat doe ik. Creëer draagvlak. Of het allemaal lukt, ik weet het niet, ik denk het wel. Ja. Maar als het ook niet lukt, heb ik het wel geprobeerd, niet? Absoluut. Ja. En de provincie had hoeveel nog in kas? 1,2 miljard? Belachelijk veel, belachelijk veel. Ja. En aan rente brengt het niks op. Nee. Oké. Nou, helder. Ja. Dank. Groei, we gaan even verder. Ronald Goedmakers, ja, jullie groeien sommige jaren
met duizenden mensen. Dat is eigenlijk meer dan totale provincie Limburg gegroeid. Is dat wel verstandig eigenlijk? Je hebt dat is niet altijd verstandig, jij. Je hebt natuurlijk in ieder bedrijf fases van hele snelle onstuimige groei. En af en toe moet je ook eens even kijken van waar zit ik nu in. Markten veranderen op dit moment enorm snel. We hebben de WMO, de thuishulp, hebben we van 0 naar 120 miljoen opgebouwd omzet in 4, 5 jaar. En nu zie je ineens dat de overheid het helemaal af wil schaffen. Dus ja, moet je ook rekenen dat het ook weer heel snel naar nul gaat. Want dat is jullie 120 miljoen. Dat is niet wij doen heel veel samen. Hè. Dat heb ik van mijn broer geleerd. Mijn broer heb je net gezien. Hè. Die komt uit de flauwe bouwtijd. Die deden alles samen. Die lagen samen in bed, die rotzooiden samen. Dus daar hebben wij die cultuur van samenwerken aan overgehouden. En dat betekent dat wij op dit moment rond de 60 bedrijven samen met partners hebben. Wij voeren meestal het dagelijks management, het systeem. Dan is het altijd de vraag, hoe is je relatie met de accountant en wil je het meetellen of wil je het niet meetellen? Wij hebben ervoor gekozen om niet te veel mee te willen tellen. Dat is slecht bij jouw verkiezingen. Maar dat is wel makkelijker om relaties aan te gaan, want als je niet te dominant bent, het geven en nemen, dan is het is ook wat doen jullie nu, zeg maar? We hebben net kabinetsplannen gehad, deels versobering, heel veel dingen versobering. Andere kant juist extra accenten zetten. Wat betekent dat voor zo'n bedrijf als Verbego? Hoeveel mensen werken er jullie? Nou, op dit moment 49.000 en een beetje loonslips per maand door al die landen. Dat zijn ongeveer 26.000 fulltime equivalenten, maar dat wisselt bij ons dagelijks. Ja. En heel veel van die mensen werken ook bij joint ventures met Orbis, met Porteion, sociale werkvoorziening en in de zorg zijn toch wel de grootste. Dan komt de PvdA, die komt dan samen met de VVD met een plan. En dan? Dan gaan directeuren bij ons gaan heel hard nadenken van wat betekent dit. Want de sociale werkvoorziening, bijvoorbeeld, we zitten ook in Licom. Een bedrijf dat natuurlijk uit het financiële is gehaald, maar we hebben wel een partner die ineens failliet is. Dus dan moet je ineens rechtstreeks met de gemeente en de gemeenschappelijke regeling onderhandelen. Het hele veld van samenwerken met sociale werkvoorziening gaat anders uitzien. Hè. Als ik het goed gelezen heb, maar ik moet dat nog even bestuderen, dan moeten we over een paar jaar 5% mensen met een arbeidshandicap überhaupt overal in dienst hebben. Dat hebben jullie al. Hè? We hebben in ieder geval, we hebben bedrijven die dat 80% hebben, ook bedrijven die heel weinig hebben. Dus hoe ga ik dat dan weer, hoe ga ik dat weer regelen? Maar ook kijken van wat voor kans biedt het aan onze organisatie. Aan de ene kant, zorginstellingen zullen enorme veranderingen moeten managen. Nou, we weten allemaal, Erik Joosten zei het al, dat zorg is niet zo innovatie-minded. Dus die hebben vaak hulp nodig om die veranderingen en transities te maken. We hebben in ieder geval al jarenlang ervaring om dat samen met zorginstellingen te doen. We doen dat meestal op een manier die de organisatie kan verwerken. En wij zorgen wel dat die verandering ook doorgevoerd wordt. Ja. Dus voor ons staat er wel weer heel veel kansen. Ja. Soms dan zeggen jullie ook van ja, we trekken ons terug. Engeland bijvoorbeeld. Dus dat betekent dat groei is niet alles. Waarom ga je dan bijvoorbeeld in Engeland zeggen van ja, ik geloof, hoeveel mensen zijn er? 1000, 1200, 400? 1200, denk ik. Ja. Nee, maar je kunt niet alles en je kunt niet overal alles. En op een gegeven moment rijd je toch op een gegeven moment het einde van je polsstok. En overal waar je zit, zie je ook weer kansen. Dat is ook goed. Dus dat betekent dat overal waar je blijft zitten, ga je ook weer nieuwe investeringen uitlokken. En op een gegeven moment moet je toch een bepaalde concentratie zoeken. Dus we hebben gezegd, in landen waar we te klein zijn om enige impact te hebben, of waar we het politieke systeem, de mentaliteit, de cultuur niet snappen, daar trekken we ons uit terug. Ik heb zelf heel veel opgestart, maar ook weer heel veel gestopt. Maar dat hoort ook bij ondernemen. Ja, dus weten wanneer moet je, van de 10 dingen die je start, dan mag je blij zijn als er 2, 3 dingen echt doorbreken, doe je het heel goed. Alleen, ja, wat doe je met die andere 7 dingen, want dat vond je ook hele goede ideeën. Ja, we hebben een ondernemer in de zaal, die heb ik gevraagd, die staat ook heel hoog, van de kleinste onderneming, hoe zeg ik niet goed, van de kleinste ondernemingen, was hij een van de allersnelste groeiers. Robert Peters, alle kabels, zit hij nog in de zaal? Ja, kom even naar voren, een applausje zou ik zeggen. Robert, gaan we even tussen zitten? Ja. Kom er tussen. Ja, dit wil ik even snel een hand. Ja, hallo. Ja,
Ik heb nog geen kabel gekocht, maar ik heb er een in de hand. Hij staat al aan. Ja. Robert, jij bent volgens mij 4 jaar geleden begonnen? Ja, iets langer al, een jaartje of 5, maar in de huidige opstart tussen alle kabels bestaat met Sinterklaas, bestaan met 3 jaar. Dus. Ja, en u begon dus met niks? Met helemaal niks, ja. Met 0 euro aan de computer, dat had ik wel. En vanuit mijn bed heb ik dat helemaal opgezet. Tot kom. Slapend rijk worden heet dat. Ja. Dus, ik was niet in slaap, maar ik moest ook dingen doen. Dus, ja. We hebben het al wat vaker. Of even kort, een halve minuut. Achtergrond van jou. Ja, lastig jeugd gehad. Op 10 scholen gezeten, internaten gezeten. Met 17 moest ik gaan werken. Ben ik gaan werken en dat zag ik helemaal niet zitten. Ik moest heel dag pakjes opzetten. Dat ging frisseren op een gegeven moment. Met 21 werd ik er zo vermoeid van toen ik een beetje depressief werd. Op bed alleen maar lag achter mijn computer. En opeens was daar het internet. En een paar maanden later moest ik naar de Kamer van Koophandel. Dus, ja. En dan kreeg ik ook een zeer demotiveerd gesprek van dit moet je niet gaan doen. Of ik ga eerst een heel groot plan maken. En, dat heb ik niet meer gedaan. Dat, En wat ik zei, je bent snel gegroeid. Waar sta je nu? Even in harde Limburg termen. Ja, we hebben 160.000 nieuwe klanten dit jaar. En, 160.000 nieuwe klanten? Nu weer, ja. Ja. Dus, 2012? 2012, ja. En we gaan tegen de 5 miljoen aan, dus daar ben ik heel blij mee. Natuurlijk. 5 miljoen, ja. Omzet? Ja. Hoeveel mensen? Ruim 30 inmiddels. En wat ik ook eigenlijk het belangrijkste vind, waar we in gegroeid zijn, vandaag zijn we daarin gegroeid. Onze klanten beoordelen ons niet meer dan 9,5, maar 9,6. En, we hebben het er al eens een keer eerder over gehad. En ja, dat is de mooiste groei eigenlijk die we op een moment gemaakt hebben. En dan zie je ook al die medewerkers die allemaal. Ja, vandaag waren ze extra blij geworden. Omdat ze compassie met het bedrijf gewoon hebben. Ja. Winst? Doe je ook? Winst doen we ook, ja. Dus het is een hele hoop in ieder geval, dus we hebben inmiddels, meer dan 1 miljoen vermogen gewoon in een paar jaar opgebouwd. Dus, jouw bijspraak ooit, dus toen zei ik, dacht ik van, ik ken wel wat mensen. Ik zei, goh, moet ik nog ergens financier regelen of zo? Hij zei, ken je nog een leuk bedrijf waar ik in kan investeren? Dat is even de wereld op zijn kop inmiddels. Ja. Maar wat ik ook gemerkt heb, jij hebt een aantal hele alerte en slimme mensen om je heen. Ja, dat is heel belangrijk. Kritische mensen om je heen verzamelen. Niet alleen maar ja-knikkers om je heen hebben, mensen die ook even tegenin durven te gaan. Dus dat is heel belangrijk. Ja. Heel mooi.